Alle 160 patiënten van het ziekenhuis de Tjongeschans in Heerenveen werden dinsdag rond het middaguur verrast met een Hollandse nieuwe. Want het was vlaggetjesdag, de dag waarop in Scheveningen traditioneel het eerste vaatje nieuwe haring bij opbod wordt verkocht. De opbrengst gaat naar het goede doel. In het verlengde hiervan organiseert het Fiskhuis in Heerenveen jaarlijks leuke acties. Dit jaar biedt men alle patiënten van de Tjongeschans gratis een Hollandse nieuwe aan. Harold, hier is er weer, hè, de Hollandse nieuwe. Gelukkig wel. Ze zijn niet uitgesteld, dus we zijn blij. Jullie hebben hier dit jaar een Hollandse nieuwe een goed doel gekoppeld. Ja, wij wilden graag elke patiënt in de Tjongeschans die haring mag en wil hebben, een haring aanbieden. Dus dat leek ons een leuk idee. En het werd enthousiast ontvangen. Tjongeschans, Heerenveen? Ja, zelf ook een geboren en getogen Heerenveen. Dus ik wil graag wat doen voor de mensen die hier moeten liggen. Dus toch de dag wat prettiger te maken. Hoeveel haringen heb je meegenomen? Ik heb voor de patiënt een dikke 150, 160 haringen meegenomen. Vanmorgen vroeg op om het allemaal te kaken en schoon te maken? Het moest even gesneden worden. Dus we waren vroeg bij de ochtendgloren stonden wij te snijden. Mensen die hier liggen, hebben die zin in haring eigenlijk? Nou, ik kreeg regelmatig mensen in de winkel. En die vragen van, kunt u mij even een stukje snijden? Uitje erbij, met een prikketje. Want we nemen het even mee naar het ziekenhuis. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik dacht van nou, laat ik de mensen in het ziekenhuis verrassen met haring. Dus het is een welkome afwisseling eigenlijk? Absoluut. Het is een lekker hartig hapje en mensen hebben er altijd wel trek in. Haring is er weer in Nederland. Dus dat wouden we u graag aanbieden hier in het ziekenhuis. Ik weet niet of de dames daar zin in hebben gekregen. Heerlijk. Ja? Heerlijk. Ja, echt lekker. Oké. Okay. Angelina, haring in het ziekenhuis. Ja. Ja, dat doen wij normaal nooit. We zijn door het Fiskhuis dit jaar benaderd om de Hollandse nieuwe hier te introduceren vandaag in huis. En daar hebben we enthousiast op gereageerd. Als extraatje bij de broodmaaltijd voor de patiënten. Het sloeg aan bij de patiënten. Ja, de patiënten die we net hebben gesproken, die zijn reuze enthousiast. En die vinden hem erg lekker. Zouden het dagelijks er wel bij willen hebben. Mevrouw, hoe smaakt die? Heerlijk, echt heerlijk. Ja. Bent u een liefhebber? Ja, zeker, zeker. Ja. Maar geen uitjes erbij? Nee. Waarom niet? Ja, bederf de smaak. Ik heb hem liever puur. Vind ik lekkerder. Harold, komt dat vaak voor? Mensen geen uitjes bij de haring willen? Nieuwe haring hoor je eigenlijk zonder uitjes te eten. Dan proef je de haring het best. Dus mevrouw is een kenner? Dat dacht ik wel. U heeft hem net geproefd. Hoe smaakt hij? Heerlijk. Echt heel erg lekker. Houdt van haring? Heel erg. Sowieso twee keer in de week op een boterham. Of goed voor hart en bloedvaten, zegt men. Hè? Het eet een beetje lastig als je erbij zit. Ja, zo. Maar beste thee heb ik thuis gelukkig niet. Dit zal uw herstel bespoedigen, denkt u? Denk ik wel. Heel erg. Nou, lekker eten. Dankjewel. Het is heel gezond, hè, zo'n haring? Ja, in ziekenhuizen is in het land ondervoeding is een probleem, zeg maar. En daarom hebben wij ook hier in het ziekenhuis de snacks ingevoerd. Dus drie keer daags krijgen patiënten een extraatje om de ondervoeding tegen te gaan. En vis, ja, dat heeft de goede eiwitten en vetten, ook voor de ondervoeding. Dus daar helpt het ook reuze mee. De diëtisten zijn ook heel enthousiast hierover. Het is een makkelijke manier om de mensen bij te voeden? Ja. Ja, ze moeten na een aantal dagen op een bepaald niveau zitten, zeg maar, qua voedingsstoffen. En dit helpt daar heel goed bij.